Het moet niet zo zijn dat het je chaotisch maakt. Eens kijken. De zon met de 6 van cups. Wauw. Ja, en weer de temperance kaart. Ja, er komt iets aan, lieve stier, waar jij heel gelukkig van wordt. Dat wel. In het verleden ben je waarschijnlijk, had het niet van, wat ik hierbij voel, is dat je het heel graag wilde manifesteren, maar dat het gewoon nog niet de tijd was. En dat je daardoor eigenlijk in een soort van tweestrijd kwam van, wat moet ik hiermee? Wat moet ik met al mijn emoties? Wat moet ik? Ik ben bang voor verlies en misschien is dat ook gebeurd. En dan bedoel ik dat niet heel negatief, maar wel dat je misschien geen contact had of dat er iets is geweest waarbij je geen grip op had. Dat is een beetje wat ik voel. Zag ik ook nog de ster onderop. Maar de zon is de prachtigste kaart van het tarot. Ja. En samen met de 6 van cups is dat wel iets wat jou heel gelukkig maakt. Maar dit is ook weer een innerlijk kind. Dus ja, communicatie. Kijk dan. Er komt communicatie aan van iemand uit het verleden. En waarschijnlijk was die persoon heel onzeker of jij was heel onzeker. Oké. Ja, komt helderheid aan. Dus iemand komt uit stagnatie en gaat waarschijnlijk vertellen waarom er een stilstand was en waarom nu waarschijnlijk niet. Mag ik nog meer weten over die helderheid? Wat voor helderheid? Oeps. De 4 van pentakels en de doodkaart. Wauw, een transformatie. Iemand is getransformeerd of het is de bedoeling dat jij mag gaan transformeren. Maar wat ik hier met de 4 van munten zie is, en met de Henkman andersom, is dat iemand gaat transformeren. Nou zie ik weer die zon natuurlijk hier aan de achterkant. En wat ik hierbij voel is dat iemand heel lang heeft vastgehouden aan zijn of haar emoties. Dat kan ook jij zijn, hè? Let wel. Maar wat ik hierbij voel is wel hele duidelijke, heldere communicatie. Wat getransformeerd gaat worden. Want transformatie gaat meestal gepaard met een eind, maar ook wel weer dat er groei komt. Dus in ieder geval groei in een connectie of groei in jezelf of groei met een persoon. Dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. Maar wat ik hier wel bij voel is dat door deze transformatie er wel echt iets op je pad gekomen wordt. Er wordt gecommuniceerd en dat gaat jou heel gelukkig maken. En dat is, daarom zit je ook vast. Want wat ik al zei, je kijkt hier op je telefoon. Wat ik al eerder zei, wachtend op een soort van of resultaat of van iemand, of je kijkt in ieder geval op je telefoon. Of in ieder geval wacht je op iets. Dat is wat ik voelde bij deze energie. Nou is dit dek natuurlijk weer anders als andere energiedekken, of als Ridder Waite of noem het maar. Maar ik lees echt de energie hoe ik het op deze kaart zie. En dat dus doe ik meer intuïtief en dus niet alleen maar standaard van een Ridder Waite. Want iedereen heeft ook weer andere betekenissen met de kaarten. Maar wat ik hierbij voel, wat ik al zei, is dat je wacht. En je treurt en je... Ja, aan de ene kant, want dat is wel grappig als ik het zo pak, want die vielen er zo uit. Ga ik even laten zien. Je hebt hier sta je met je telefoon en die staaf. En dan kijk... Even zien hoe die eruit viel. En dan kijk je dus naar het verleden. Zal ik dit loslaten? Laat ik het los? Of ga ik eigenlijk weer terug? Doe ik weer een stapje terug? En hoop ik gewoon eigenlijk dat er weer iets komt waarbij ik gewoon heel gelukkig word. Waarbij er iets gevierd wordt. Waarbij, ja, ik kan groeien met een persoon. Maar op dit moment voel ik nog dat je daar tussenin zit. Of middenin. Voor sommigen kan het al zo zijn natuurlijk. Let wel. Wat mag ik weten over die 2 van cups en die 10 van zwaarden? Maar ja, wat ik al zei, er is nog een cycle niet afgesloten. Ik zie hier verschillende energiestier, steen op maagd. Ik zie een schorpioen. Ik zie hier eigenlijk alles zie ik. Ja, soms zeg ik het, maar dan heeft het geen zin. Kijk vooral voor jezelf welke energie jij hebt. En wat ik al eerder aangaf, ook met je maan, ascendant en je venus steken. Kijk hoor. Ja, kijk dan. Iemand was teleurgesteld of is teleurgesteld, maar iemand ziet het niet. Dus het kan zijn dat je veel te lang, want dit is de 4 van cups en ik heb hier de 5 en ik heb hier de 2 en hier de 6 en hier 1 cup. Dus jij hebt heel erg, heb ik het gevoel dat je niet tevreden was. En kijk, hier zit je en die telefoon ligt hier. Dus waarschijnlijk ben je veel te veel gefocust geweest op emoties die misschien helemaal niet zo waren.
Maar ben jij veel te veel aan het overdenken geweest over deze situatie? Want er is nog liefde. Kijk, en hier is de twee van cups. Twee mensen die samenkomen. Maar wat ik het gevoel heb, dat je veel te veel gefocust was van wanneer komt het? Wanneer krijg ik een berichtje? Wanneer is zus? Dan heb je met die gedachte jezelf zo vastgezet. Dan zie ik hier niet de acht van zwaarden hoor. Maar dat is wel een beetje wat ik voel. Als ik die energie zo voel, ook met de vijf van cups en de vijf van pentakels. Ja, kijk, de ridder van staven. Dus, maar dan zie ik hier de zes van pentakels en de zes van staven. Ja, en dat is de zes van munten betekent vaak een balans of een balans zoeken in ieder geval. Geven en nemen, maar ook niet te veel geven en dan altijd iets terug verwachten. En dan zie ik die victory kaart. Dus ja, er komt iemand die wil jou iets geven. En dan samen met die vier, alleen jij bent veel te veel gefocust geweest op die negatieve gedachten. Waarbij jij dus waarschijnlijk niet goed in je energie zat en dit ook niet van de grond kon komen. Maar iemand wil victory, iemand wil op het paard stappen, iemand wil aanzien, er komt communicatie. Dit is ook een passiekaart, dus veel avontuur, veel passie is ook wat ik zie. En dat zag ik hier natuurlijk in het verleden al. En dan zie ik hier natuurlijk die mooie ridder met zijn avontuurlijke spirit. Die graag op avontuur wil, plezier wil maken. En soms niet over gevoel kan praten. Dat kan deze persoon zijn. Maar we gaan eens verder kijken. Wat mag ik nog weten over die tien van ja, de Hierofant. Kijk, stabiliteit, spirituele inzichten. Dus waarschijnlijk heb je ook karmische lessen mogen leren in deze tussentijd. Dat er geen contact was of is. Om dus dingen los te laten uit het verleden wat dus negatief zijn. Dus het kan heel goed zijn dat jij in bepaalde cirkels blijft hangen soms. Omdat er dingen zijn gebeurd in het verleden. Eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. Een kaart graag. Ik zag weer de Temperance kaart trouwens. De koningin van zwaarden. Oké, ja. Dit betekent eigenlijk dat je bepaalde knopen gaat doorhakken of iemand gaat dat doen. Je zit hier en je hebt genoeg meegemaakt en het is tijd om een besluit te maken eigenlijk om dus verder te gaan. Om dus eerlijk, helder te communiceren. Kan ook een persoon zijn die naar voren komt en die dus knopen gaat doorhakken en eerlijk gaat zijn. En dan heb ik hier de Emperor. Ja, rechtop. En dan heb ik hier de Fool. Iemand houdt jou in de gaten, is wat ik zie. Dus wat ik hierbij voel, is dat er echt die Emperor wel naar voren gaat komen. Maar wat ik ook voel, is dat jij ja, bepaalde keuzes gaat maken. Of je gaat door, of je gaat bepaalde cycles afsluiten. Al zie ik wel natuurlijk die Fool-kaart. En een Fool is een nieuw begin, een nieuw avontuur. Gewoon onbezonnen eigenlijk opnieuw beginnen. En hier heb ik natuurlijk de Doodkaart. Dus er is echt een transformatie gaande, of in jezelf sowieso, maar ook misschien ook met een connectie. En het is eigenlijk aan jou de keuze wat je daarmee gaat doen. Voor sommigen kan het ook zijn dat er een huwelijk is of speelt, of een lange commitment. Dat hoeft niet voor iedereen te gelden, maar wat ik wel zie is dat er bepaalde spirituele inzichten komen vanuit deze connectie, want het is wel een diepgaandere connectie. Al heb ik de Lovers niet, maar de Zes van Cups zegt vaak wel iets over ja, een past life iets. Ja, eens kijken. Ik heb nog dit deck. Ik ga nog één kaartje hiervan vragen. Oeps, ja. Het leven is in cycles. En verandert steeds. Maar wanneer je hier tegenin gaat, en waarschijnlijk heb je dit gedaan, kan je niet met de flow van het leven meegaan. En creëer je ongenodige stress. Ja, hoe bijzonder is dit? Het is belangrijk om met de flow mee te gaan en niet te veel vastzitten in het verleden of in de toekomst, maar gewoon in het nu. En je zult zien waar deze prachtige kans je naartoe leidt als je gewoon je hoofd op nul zet. Dat is heel belangrijk en het nu leeft. Dit is wat ik voor je heb, lieve stier. Mocht het resoneren, laat het me weten. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!